Ja, alles wat ik gezegd had, hè? Over VI en Derksen. Nou, het leek wel alsof hij het gezien had. Onze Johan, ja. Wat ik had gezegd. Nou ja, Johan moet sowieso beginnen over Jinek. Nou, dat deed hij. Huppakee, die ging gelijk. Ja, en ik zei ook, Johan moet erin met een gestrekt been. Nou, hoe gestrekt wil je hem hebben, dat been? En Johan, dat kon je zien, hè, die had er ook echt zin in, ja. Dus die begon gelijk over die Jinek, maar ook over op één en al die verschrikkelijke deugende mensen waar ik het ook steeds al over gehad heb. Ja, die benoemde hij nou natuurlijk ook. Ja, dat kon niet uitblijven. Hij moest dat aanvallen en dat heeft hij ook gedaan. Dus daar zijn alle volgers die zo verschrikkelijk blij zijn met VI. Dat weet ik zeker, die zijn daar gewoon hartstikke blij mee. Want al die mensen die steeds gezegd hebben dat hij zijn excuus moest maken. Ja, voor wat? Voor wie? Waarom? Dus dat is allemaal onzin natuurlijk. Dus al die types die kregen van hem deze. Ja, de middelvinger. Dus Johan die ging er niet alleen hap met een gestrekt been in. Nee, hij ging er ook in met een gestrekte vinger. Juist, en zo moet het ook. En dan had je natuurlijk nog de kakelende Kaag. Ja, die konden gewoon op wachten dat ze aan de beurt was. Ja, waar begon die nou aan, die Kaag? Die begon al de hele tijd te roepen van tevoren. Van ja, dat kon allemaal niet wat die Derksen had gedaan. Nee, hey, Kaag, je had gewoon je mondje moeten houden, kop dicht. Begin daar niet over. En daarna maakten ze een enorme blunder. Toen het weer terugkwam, toen zei ze van ja... Maar ik ken dat programma helemaal niet. Waar hebben we het over? VI. Ik kijk daar nooit naar. Dat is een simpel voetbalprogrammaatje. En die mogen nu ook meebabbelen. Au, 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 Kaag. Ja, wat nou? Ik ken het programma niet. Ja. Hé, hey, Kaag. Heb je daar al die tijd in een kelder gezeten? Heb je door zo'n geblinddoek en oren dicht door het leven gegaan? Dat slaat toch nergens op? Dat... Kijk, kakelende Kaag, die krijgt gewoon een naampje ervoor nu. Ja, die krijgt er een kaartje bij van mij. Want dat is kakelen, dat is zo flauw en dat noemen wij kinderachtig. Dat is nou buitengewoon kinderachtig. Ja, kijk, hij noemt er een trut, Derksen. Maar ik noem haar gewoon kinderachtige, kakelende Kaag. Ja, en die is heel dom. Zo stom. Want die is de komende weken en de komende maanden zo verschrikkelijk aan de beurt in dat VI. Nou, dat wil ze niet weten. Die krijgt daar heel erg veel spijt van. En vrienden, kortom, het is weer begonnen. Huppedepuppedepup. Er is weer een beetje beweging op de Nederlandse televisie. Dus jullie allemaal, de fans van VI, gefeliciteerd.